Hallo allemaal, ik ga nu het abrevietje voordoen voor de jongens- en de meisjesgroepen. Voor het abrevietje van de jongens- en de meisjesgroepen beginnen we met 10 keer te pompen. Dus zoals eerder, mooi recht, opgespannen, billen hard, tenen plat gelijk met de mat en dan 10 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Hierna volgen 15 sit-ups. Dus schouders van de mat, handen op de bovenbenen. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. De derde oefening is een schelphouding. Voor de schelphouding gaan we onze voeten 10 centimeter van de grond houden. Onze rug plat tegen de grond en onze schouders ook een beetje van de grond. Dus dan komen we aan dit. Handen boven de benen. En we gaan dit 15 seconden aanhouden. Oké. Dan hierna volgt de V-houding, ook voor de buikspieren. We gaan onze handen naast onze poep zetten en we gaan onze benen dan gestrekt naar boven brengen terwijl we zelf zo recht mogelijk blijven zitten. Zo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Het is belangrijk om zo naar handstand te kunnen gaan of voor oefeningen aan de brug of voor oefeningen aan de damesbrug. Het zijn allemaal belangrijke basisbewegingen. En dan, ook belangrijk voor de brug en naar handstand te kunnen trekken uiteindelijk, dat is je benen mooi naar boven kunnen tillen, zo hoog mogelijk. We beginnen daarbij met onze handen dichtbij, maar als je dat beter en beter kan, mogen jouw handen verder en verder naar voren tijdens die beweging. Oké? Dan zo onze benen 15 keer tillen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Als we dat doen met onze benen iets verder en met onze handen iets verder, dan wordt dat wat moeilijker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Oké, dit was het abrevietje voor de jongens- en de meisjesgroepen.